mensen, top dat jullie weer kijken. Vandaag een keertje geen tankvideo, want zoals jullie weten is het namelijk 22 juni. Dan zijn de INDI Robot Games en ja, Dirk moet ook nog even een robot gaan bouwen om mee te doen natuurlijk. Dus laten we dat vandaag eens even gaan cheffen. Dat gaan we maken. Wat heb ik voor nieuws? Het aluminium ligt klaar. Echt? Ja! Laat het jou halen en de koelkast jas. ,94 graden. Oh, exact goed. Nou, het ziet er goed uit. Als Dirk het nou ook nog goed bedacht heeft, dan past het dadelijk gewoon. Meestal zelf de desktop. Oh ja, nou deed je het ook in 2 keer eigenlijk. Ja, hij meet dan de terugvering en dan zet hij hem gelijk terug bij naar de wielbaan. Ja, die laser die daar dus zit, die meet dus gelijk de zetting. En ja, wat hij dus net deed met zijn gradenboog, dat doet de machine dan zelf. Dus hij zet hem, hij meet hem en dan vervolgens zet hij hem nog een beetje door tot de goede maat. Super, hartstikke bedankt. Dirk. Hallo. Kom eens kijken. Het duurde wel lang zeg. Oh, hij neemt de hele robot mee. Ja jongen. Helemaal compleet. Oh, maar dat ziet er mooi uit. Allemaal gekregen en gesponsord door Staaltjevakwerk. Zelfs geschuurd. Leg hem een beetje in elkaar. Ah, dit is toch vet. Kijk, zo komt hij. Een half uurtje. Heb je niet een weegschaal? Nou ja, zal hem niet gewoon eerst helemaal in elkaar bouwen en dan weet je. Als het nu al echt niet gaat... Ja, maar dan? Wil je hem dan niet in elkaar zetten? Nee, dan moeten we het anders doen. Ja, nee, ik vind het veel te mooie onderdeeltjes. We gaan hem eerst zo in elkaar zetten. Oké, oké, gaan we doen. Yes! Oh. Dit is toch mooi? Mooi hoor, maar... Ja. Deze dan. Kom maar door. Wat is er met dit wiel, Dirk? We hebben daar geen lagertje voor. Oh, heb jij verkeerd besteld? Ik heb wel goed besteld, alleen ik heb hem verkeerd bedacht. Ik had eigenlijk bedacht dat je met dit lagertje wel heel veel kon stellen, maar dat valt wel tegen. Dus... Maar dat maakt niet uit, want het is al opgelost, zie ik. Alleen nou hebben we dus een lagertje te weinig. Dus eigenlijk hebben we nu gewoon een tweewiel aandrijving. Ja, dus we hebben eigenlijk twee lagertjes nu nodig en dan kunnen we het maken. Ja. Ik ga dadelijk lagertjes zoeken, want ik vind dat die vierwiel aandrijving moet hebben. Als we een grotere hebben is het alleen maar gunstig, want we moeten hier eigenlijk een busje voor draaien. Het lager moet eigenlijk dikker zijn, want anders redt die het ook niet, is die ook te lang. Oh, oké. Dus als we dus een groter lager hebben is het helemaal niet erg. Dat moeten we hebben dus. Een extra lagertje. We hebben nog een lager nodig. Ruitwisselmotor. Nou hebben we er genoeg. Dat lijkt er goed meer op. Zo, en zelfs een reserve erbij. Hij is bijna klaar. Zo is het. De ingewanden gaan erin, de elektronica. Maar het is namelijk even voor de test natuurlijk. Want anders hangen het er gauw even in. Oké. Kijk. Hey. Ik hoor wel iets wat een beetje tokkelt. Er zit iets wat hij op moet eten. Ik hoor het hier. Daar tegen het boutje. Die, daar. Oh, dat is niet erg. Nee, dat is tegen dat lagertje aan. Ja. Dat is niet erg, toch? Nou, die andere kan niet rijden. Wat gaan we doen? Dat is gewoon 1. Oeh! Volgens mij is het echt snel hoor. Wat is het? Even kijken hoor. Oh, dat was de verkeerde blijkbaar. Dit is achteruit. En dit is vooruit. Dus moet ik zo doen. Oh, dit gaat wel. Ik weet niet zo goed welke hendels ik nou welke kant op moet doen. De diensthendels die zijn nog niet helemaal... Dit is leuk. Oh. Ik weet niet welke kant ik nou op moet hoor. Hoppa, zo ja. Oh, niet te hard. Oh. Even spelen. Ja, probeer maar gewoon een beetje te roeren met die hendels. Nee, die is het niet. Oeh. Het is moeilijk om... Ik denk hè. Ja, die hendels moeten echt even dat goed. Dat die hendels goed moeten. Maar hij stuurt wel goed hè. Dat wel. Hij gaat wel hard hoor. Vet man. Ik denk dat het helemaal goed komt. Ja, het is nog even de bediening inderdaad een beetje fine-tunen. Want dit is echt niet handig. Deze is nou vooruit, achteruit. Terwijl deze zo moet. Ja, dat is echt dat is niet om mee te rijden. En wat ook lastig is natuurlijk. Je weet nou echt niet wat de voorkant is. Als het een keer rondgedraaid is. Dan weet je echt niet meer welke kant je met welke hand aan het besturen bent. Maar dat komt straks goed natuurlijk. Als hier die weg vooraan komt en die hamerkop aan de andere kant, dan is hij helemaal de bol. De eerste testrit is een feit. Ja, wat vond je er zelf van, Dirk? Nou, ik vind dat hij het goed doet. Alleen die hendels, daar is een beetje roeren. Want dat komt wel goed. En we hebben ook nog genoeg tijd om te oefenen, hè, dus. 22 juni, hè, dan is het. Precies. Dan is het te doen. 22 juni in Ulft, de Drufabriek, toch? Ja. Dus als daar kun jij ook bij zijn. Moet je eventjes onder in de link kijken, onder in de beschrijving. En dan kan je naar de pagina van de INDI Robot Games, want dat is het. En dan, dan gaan we straks strijden tegen 30 anderen nog. Kun je hem zien? En dan echt zie je hoe dat die iedereen in de pan hakt. Ja! Of hoe dat hij zelf in de pan wordt gehakt. Haha! Nee. Ik heb er vertrouwen in, dus. Spannend, joh. Dus ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En hou het kanaal in de gaten, want we gaan natuurlijk volgende week weer verder, hè. Dus tot de volgende!